Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Super Paper Mario. Kijk, ik besef me net iets, hè. Ik zeg dat altijd. En ik hoor eigenlijk altijd te zeggen dat dit de serie is waarin ik amper in edit en knip, maar dat doet er nou even niet toe, hè. Wat nou als je deze video een jaar later terugkijkt, dan is het geen nieuwe video meer. Ik bedoel, ik was altijd tegen die mensen die zeiden, welkom bij een gloednieuwe video. Want het hoeft niet meer gloednieuw te zijn, maar weet je, voor mij is dit wel een nieuwe video. Oeh, lekkere power-up. Maar ik kan gewoon niet zeggen dat het een nieuwe video is. Ik bedoel, die kans is best wel groot. Waarschijnlijk komt 80% van mijn views komen... Oké. Hij moordt gewoon even al mijn mannetjes uit. 80% van de views die zijn op het moment. En dan mag ik dus nu tegen zeggen, maar... Waarom gaat hij niet kapot? Is dit een speciale blokje of hoe is het deze? Nee, het is gewoon een normaal blokje. Waarom ging hij dan niet kapot? Jongens, jullie moeten wel mee. Maar ik zeg altijd met trots nieuwe, terwijl ik altijd tegen mensen was die zeiden dat het een gloednieuwe video was. Zo blijkt maar weer, ik ben toch wel weer een beetje hypocriet. Maar we houden het altijd bij een klein beetje, hè? Niet te veel. En deze hamer! Deze hamer, nieuwe hamerpixel, is best wel goed. Hij ramt echt iedereen in één keer neer. En dat is wel fijn. Oeh. Mushroom is ook niet verkeerd. En ik ga ook nog level up. Ik wil een nutteloze... Voor jullie vooral nutteloze mededeling doen. Ik ben begonnen met het kijken van lekker spelen. Ja. Het is nutteloos voor jullie. Oh, dit gaat weer keisnel. Maar ik vind die mannen die zijn toch wel inspirerend. Dan kijk ik mijn eigen Super Paper Mario video's terug en denk ik ja... Mijn commentaar is niet zo. Nou moet ik mezelf ook vooral niet gaan vergelijken met de beste Twitchers. Maar toch doe ik het stiekem wel een beetje. Er zit dus toch iets in het blok, hè. Maar goed dat ik blokjes ben gaan checken, want anders had ik al deze muntjes gemist. Nou, ik wilde wel... Ik kan wel allemaal lullig gaan doen over dat ik weinig muntjes... Over dat ik toch al veel muntjes heb, maar dat valt best wel vies tegen. Ik kan er niet heel veel mushroom shakies van kopen. Ik was altijd zo iemand die dan heel lang ging wachten. Ik bedoel, wat is er nou aan het einde dan? Is hier nog iets? Gaat het oneindig door? De vragen van het leven. Oh. Ja, zeg dat dan meteen, joh. Waarom zo'n heel lang ding maken als ik ook gewoon uit kan stappen daar? Nu heb ik 3 muntjes gemist, hè? Verdorie. Nee, deze hamer killt niet iedereen in één keer. Please, kijk, ik ben gewoon helemaal vergeten hoe dat heet. Hoe heet dat als je iets OP'er moet maken? Het moet niet genervd worden, maar het moet juist beter worden. Dit joch is... Oké, kom at me. Inderdaad. Paper Mario voor Smash. Nee, daar had ik het al over gehad, hè. Hoppa. Gewoon er doorheen beunen, joh. Maar ik wil ook wel weer een keertje gaan streamen, maar mijn internet is zo slecht. Oh, ik ga dit niet missen met de Switch, jongen. Dat je per ongeluk een deur in loopt omdat je pijltje omhoog doet. Terwijl je eigenlijk pijltje opzij doet. Met een joystick is het volgens mij veel minder. Oké, zit nou echt in elk spel wat ik tegenwoordig speel op Minecraft ga doen? Ik bedoel, dat was een nieuwe Super Mario Bros. Ook al zo. Nou, en Donkey Kong natuurlijk al... Maar kijk dit dan. Dit is ook gewoon helemaal niet nodig. Ik kan niet eens springen of zo. Oh, ik kan dit wel doen. Kijk, dat is dan wel leuk. Heb je er wat aan? Nee. Heeft Nintendo er speciaal moeite voor gedaan om het te maken? Ja, dat wel. En zou Nintendo dat doen als je er echt wat mee... Zou Nintendo dat doen als je er niks mee moest doen? Nee, inderdaad niet. Dus ik moet er sowieso wat mee doen. Deze sprongen zijn niet legit. Dit werkt niet zo. Oké, dat was een ding. Nee. Ik wil gewoon even... Laat me gewoon even kijken. Ik bedoel, ik wil niet... Dat mag niet. Oké, ik heb er soort van vertrouwen in dat hier niks zit. Maar, ik wil wel weer gaan streamen eigenlijk. Ik heb wel weer zin in wat streampjes knallen. Gewoon wat interactie, weet je, met...
Met mensen. Als er geen mensen zijn, dan is er ook geen interactie. Maar ik heb tot nu toe wel een soort van vertrouwen op kunnen bouwen dat het lukt om mensen te hebben tijdens de stream. Gewoon minstens één actief kijkertje. Nou, nog niet eens actief, maar één kijkertje, dat lukt meestal toch nog wel. Oh, ik ruik rook of zo. Ja, oké. Hey, ben jij niet overgenomen? Heb je van het processing center ontsnapt, bruh? Oh ja, ik ben trouwens op zoek naar de crew van Flint Craigley, hè, zodat hij zijn show weer kan opnemen. Dan kunnen we door. Oké, deze man praat zo gek, hè, met zijn steentaal. Ik versta het gewoon niet. Ik spreek geen steentaal. Je bent een van die Crackleys en kerels en crewmembers, of niet? Hij wilde graag dat je terugkwam. Huh? Ken je hem? Ja. Oh, dus daar was hij. Oh. Hij had mij verteld, wacht hier. Maar Monzo durft te wedden dat hij dat was vergeten een seconde nadat hij het gezegd had. Ah, mijn baan is echt stom. Maar bedankt, ik ga er nu wel naar terug. Oké. Dus die kerel zegt gewoon, ja, wacht hier even hoor. En dan loopt hij gewoon weg. Wat een man. Oh! Hallo. Dit ziet er wel weer een beetje riskant uit. Hij had het ook nog over mind controlled, hè. Ik bedoel, ik wil niet lullig doen, maar deze mensen zien er niet aardig uit. Zal ik er voor de zekerheid één keer tegenaan lopen? Ja, dat doet zeer inderdaad. Hoppakeetje. Oh, wat? Oké, dus als ik die mensen doodmaak, dan gaan de punten van me af. Kan ik niet wat anders doen of zo? Wees vrij! Het ziet er wel grappig uit, maar ik heb er helemaal niks aan. Eet je vrienden! Oké, dat was een beetje dom. Oké, ik ga wel weer weg. Weet je, het was het waard. Even een paar mensen neermaaien mag op zich niet. Volgens mij is dat niet legaal. Ik weet pittig zeker dat dat niet legaal is. Oh, ja, weet ik veel, jongen. Als je letterlijk onder mijn voeten gaat staan, dan kan ik toch niet ruiken dat ik daar niet moet gaan komen. Ja, dat is gewoon lullig, dit. Hé, hey, hier ligt wel wat. Maar is het een van de crewmembers? Nee, dat dan weer niet, hè. Nee, waarom kunnen we niet gewoon deze mensen inhuren? Ik bedoel, ze hebben een plantje op hun hoofd, maar dan nog. Lijkt me gewoon prima kerels. Die kunnen vast ook wel een microfoon vasthouden. Oh ja, maar ik kan niet wachten tot de nieuwere games. Dan zijn er geen tv-shows meer. Dan zijn het gewoon vloggers. Dan hoef je geen hele crew meer te zoeken. Want dan is het toch alleen maar iemand die zichzelf filmt. Oh, wat dat genieten zeg. Super Paper Mario Color Sticker Star Deluxe 3. Nu al hype. Ik weet niet of het jullie al opgevallen was, maar dit muziekje is gewoon best wel kek. Oh, ik krijg ook geen levens ervan af als ik dit doe. Nou, dan gaan we even kijken. Zien we wat verdachts hier? Het antwoord is waarschijnlijk nee. En waarschijnlijk is het gewoon een lang, langdradig, looping groot ding. Ik zou helemaal misselijk worden, jongen. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik zou eruit vallen. Ik zou er zonder gordel uitvallen. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk dat hij in zo'n mijnkaart kan staan en zo. Maar hij staat al letterlijk niet. Hij houdt zich niet eens vast. Dan denk ik gewoon, ja, niet eens handen in de lucht. Dat is dan wel weer zonde. Had het dan ook even leuk kunnen doen, weet je. Oh, hij stond niet meer op. Ik denk, maar ik moest springen, anders stond hij niet op. Nee, maar dat scheelt dan weer. Hey, ben ik hier al geweest? Ik loop hier wel met volle trots naartoe, maar dit ziet er echt uit als iets verdachts. Oh, op! Ja, nou dat... Zo'n joch kan ik me wel herinneren. Kom dan! Altijd even de blokjes checken. Nee, die hoef ik niet. Geen baat bij. Ik ben al op level. Niet overleveld, niet onderleveld. Gewoon prima. Oh, wat is dit? Huh, mysterieuze kracht, maar laat je dansen. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, ik krijg letterlijk een item, meen je dit? Yay, een item! Woe, nee! Oké, en nu? Ben ik al in deze deur geweest? Kom ik hier vandaan?
word ik beschoten. 1 april grap gaat fout. Is dit wat anders? Kan ik hier niet gewoon letterlijk overheen lopen? Van ja, laat de hele minecart maar zitten. Ik ga gewoon lopen. Ik ben ook wel echt een rebelse joch, of niet? Er stond een minecart. Het is net alsof je gewoon Minecraft speelt. Maar dan zonder minecart. Hé, hey, er is hier wel wat. Kun je zeggen wat je wil, maar er is hier wel wat. Oh, maar ik mag hier niet zonder minecart heen, volgens mij. Kom dan, muur! Oké, nee, dat vinden ze niet leuk, dit. Ja, dat is... Dat is één ding over te zeggen, en dat is... Ja, lullig. Nou, laten we eerst die buis maar pakken dan. Ik weet niet of die minecart automatisch naartoe ging, of... Juist niet. Ik moet misschien de volgende keer maar gewoon even normaal doen. En de minecart pakken, in plaats van lopen. Ja, nee, dit ziet er ook legit... Wow! Hallo, daar. Dat ga ik dus even niet doen. Oké, maar gaat het lukken als we deze kant op gaan? Zegt die minecart dan, ja. Jongens, we gaan nu naar links. Oh, wacht, misschien moet ik dan juist zo doen. Dat hij dan zegt van, ja. Stuur naar links. Lekker, man. Dit lijkt wel alsof het de bedoeling is. Pff, ik denk, we gaan door die muur heen. Nee, joh. Oh, zo. Ja, legit, man. Gewoon een dikke barrel roll met een minecart onder de rails door. Ja, nee. Ik vond het al raar dat hij zonder handen niet uit de minecart viel. Maar laat nu maar zitten, joh. Het staat helemaal nergens op, dit. Oh, ik val naar beneden. Dat is niet best. Wie plaatst een ding zo ontzettend... Oké, doei. Ik hoop dat dit een ladder is. Oh, wat ben ik goed, jongen. Oké, nou steeg het weer even naar mijn hoofd. Sorry. Yes. Oh, zag je dat? Dat ding... Dat droeg me gewoon helemaal naar voren. Hier, ik sla je hoofd uit de lucht. Oké. Niet helemaal wat ik verwacht had. Jongens. Hier moet ik niet zijn. Ik bedoel, ik vind jullie hartstikke aardig. Maar ik ga jullie niet neermappen. Want dat kost me punten. En ik heb nog een soort van het gevoel dat ik iets met jullie moet doen uiteindelijk. Ik bedoel, ik zal jullie graag een keertje neermappen. Ik bedoel, overbevolking is een groot probleem in de toekomst. En ik zou het graag mijn deelname even mijn bijdrage geven aan dat probleem. Maar hey, kan je beter op een andere manier doen. Ik bedoel, je weet maar nooit. Straks kijkt er gewoon iemand sneaky van, oh, wat is hij even aan het doen? En dan ziet hij dat je, ja, een dikke massamoord aan het plegen bent. Hey, geluidsman. Wow, waar in de crack komen jullie opeens vandaan? Serieus, wie zijn jullie? Jij bent een van Flint's crewmembers, of niet? Hij zoekt jou. Wat? Weet je waar hij is dan? Oh, dat is waar hij is. Oh, danks. Danks. Oh, bedankt. Hornvel. Ik bedoel, ik ga er gelijk terug naartoe. Maar eerst... Zie je nog meer andere crew cracknons? Met een... kleine soort van plant op hun hoofd. Flora sapiens gebruiken die dingen om cracknons over te nemen. Om hun te brainwashen. Ze mind control. Ze zien jou, dan gaan ze aanvallen. Laat je niet zomaar aanvallen hoor. Zie je later. Oké. Kijk, weet je, we kunnen ook gewoon gezellig samenlopen. Maar nee, deze... Deze man, die beunt hem er gelijk vandoor. Nou weet je maar beter van ook. Ik wil helemaal niet met je samenlopen. Weet je, ik denk dat Mario zijn ook best wel vermoeiend is. Je ziet overal mensen en die zeggen dan... Oh, hey, leuk dat ik dit nu weet. Ik ga weer weg. Doei. Het is nooit dat je echt iets samen doet met mensen. Dan zie je dit weer gebeuren op je beeldscherm. Ook niet goed. Maar Mario moet heel veel mensen zoeken soms. En dan als hij ze gevonden heeft, dan zitten ze gewoon... Oh, oké, doei. Een bedankje zit er meestal ook niet in. Nou, een bedankje misschien nog net wel, maar meer ook niet. We beunen hem ook gewoon... Oké, ik zeg te vaak beunen. We knallen ook veel te vaak op de grond, jongen, met die minecart. Ook niet best. Oh ja, ik ging toen naar boven met dat ladderding. Ja, is ook zo. Oké, in ieder geval...
Ik neem aan dat hij genoeg heeft aan een cameraman en een geluidsman. Ja, en anders moet hij maar gewoon niet zo zeuren. Ik bedoel, die derde man, daar heb ik geen zin om die te vinden. Kijk, het gaat natuurlijk niet om de levens van die mensen. Nee. Het gaat om dat die show gemaakt kan worden. En ik vind dat dat met een cameraman en een geluidsman prima kan. Ik bedoel, ik gebruik ook geen geluidsman en zo. Nee, maar ik ben ook niet professioneel. Goh. Die heb ik even, daar heb ik even niet aan gedacht. Oh, ik was net aan het genieten van het liedje. In een onwerkelijke twist van gebeurtenissen was ik weer teruggekomen bij mijn dappere camera-cracknons. Maar er was geen tijd om dit te vieren. We moesten de mensen helpen die gekidnapt waren. Met gevaar die op ons op de hielen zat, gingen we dieper in de gevaarlijke grot. Wauw, deze man is echt cool en zo. Om dit te doen gebruikten we de sleutel naar de laatste ongeopende deur in het vervloekte labyrinth. Dus, jullie hebben de sleutel, toch? Ik wil die graag van jullie hebben. Wacht, wat? Wat een grapje, toch? Je hebt die sleutel helemaal nooit gegeven. Oh, echt? Nee, die meen je niet. Wacht, wat? Sleutel? Ja, sukkel. Een sleutel, wacht. Je gaat me toch niet vertellen dat jij het ook niet hebt? Oh ja, ik had een sleutel, maar... Oh, dus je hebt het. Mooi zo, ja, geef het hier maar even. En snel een beetje. Nee man, ik had de sleutel, maar ik heb niet de sleutel. Wat, je bent het kwijtgeraakt? Een tragische crewblunder verpest het avontuur van Crackly. Hebben de goden ons avontuur vervloekt? Nee man, kijk, je verliest het, dus Crackly houdt eraan vast. Crackly heeft de key, man. Oh, dat kan helemaal niet. Als dat echt zo zou zijn, dan zou het bewijs in mijn zak zijn. Maar dat is er niet. Huh? Hij heeft gewoon die sleutel, jongen. Verstrooid mannetje dat het is. Een verstrooid mannetje met zijn puntneus. Crackly, ho! Een geweldig toeval. Alsof het magie was. Was de lang verloren sleutel teruggekomen in mijn zak. Het maakte wel een mooi verhaaltje van hoor, met zijn sleutel. Oh, deze grot had allemaal cracknon wonders. Het is een plek van pure wonders. Ze hebben het een beetje over dat die kerel gewoon het hele tijd al in zijn zak had. Ja, nee, dat klopt ook wel. Ah, maar goed, dit is een mooie twist van onze gebeurtenissen. Dat we die sleutel gevonden hebben, weet ik zeker dat iedereen daar wat aan toegebracht bijgedragen heeft. Nou, nu moeten we verder gaan. We moeten onze weg naar de ongeopende laatste deur maken die verder in de diepte ligt. Als mijn research klopt, en dat klopt altijd... Nou, ik durf nog niet zo heel veel vertrouwen te leggen in jouw kennis. Dan zou deze sleutel die deur moeten openen. En natuurlijk, achter de deur ligt misschien een val dat ons allemaal zal vernietigen. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Wat is het? Je zegt dat jij die deur wil openmaken, wat er ook in die achter ligt. Geweldig. Wat een dappere... Wat een dappere vrouw, persoon. Ja, ik wilde het natuurlijk zelf openen, maar aangezien jij zo passievol bent over het openmaken, dan mag jij het doen. Nee, ik ben niet bang of zo hoor. Nee, je moet niet zo dom doen. Ik bedoel, dat is wel heel lachwekkend. Als een echte cracktrotter weet ik alles over de jacht. Ik zal je wel even helpen. Nou, wij zullen als eerst naar beneden gaan en bij jou voor jou wachten bij de deur. Kom maar naar beneden wanneer je klaar bent. Ik zie je zo weer.
Zie je, dit gebeurt dus de hele tijd in elk Mario-spel, hè? Dan praat je met iemand en dan denk ik, joe, ik ga er vandoor. Nou, hé, weet je, joe, ik ga er vandoor. Hoppa, we gaan naar links, we gaan die grot weer uit. Ik heb er geen zin meer in. Het is mooi, West. Kijk, ik wil toch wel even weten wat er achter die deur ligt, dus... Ja. Oh, de deur is hier al. Oké, nou, ik zal de deur voor jullie openmaken. Ondanks dat jullie zo dapper zijn, doe ik het wel. Oh, oké. Ga er ook gewoon gelijk door. Niet, jongens. Ik heb de deur opengemaakt. Ze komen niet eens achter me aan. Oké, we gaan gewoon weer in die minecart. Ik geloof het nu wel. Genieten van een lekker ritje. Oh, maar dit is toch gekke werk, jongen. Dit is trouwens wel de wereld waardoor ik echt gewoon ben gaan houden van dit spel. Ik begrijp nu ook wel weer waarom. Nee, wereld 2 ook wel heel erg hoor. Als ik er zo terug aan denk. Maar deze wereld, ja. Dit is echt het moment dat het verhaal helemaal omdraait, zeg maar. Dat verhaal in één keer echt serieus begint te worden. Oké, kom erop. Maar goed, ik kan het verhaal niet zo goed overbrengen. Ik ben niet zo professioneel. Ik wist het. Ik ben niet zo... Als ik het verhaal vertel, dan klinkt het gewoon dom. Terwijl het een serieus iets is. Dus dat is een beetje jammer. Maar als je het verhaal echt serieus wil volgen, ja... Is mijn advies, speel het spel zelf. Dat is een stukje misschien leuker. Yes, Peach. In alle glorie. Oké, zal ik gewoon zoveel mogelijk een beetje dodgen, zodat ik zo snel mogelijk ga? Huh. Kijk, dit is tactiek, hè? Ik ga gewoon over die dingen heen. Dit is tactiek. Oké, een tactiek die niet zo goed werkt. Oh, ik ben er nog niet eens. Oh, hoezo? Ik stond nog boven, jongen. Waarom zou je dan er al naartoe gaan? Dat is gewoon dom. Wat zit erin? Ik sloeg iets kapot, dan zit er toch wat in. Even met ons vingertje die kant op wijzen. Ja, oké, dat is een pixel inderdaad. Hij is heel enthousiast. Thanks, Tippy. Ik kan hier niet voor niks zijn gekomen. Ik ken dit spel te lang. En dan kan dit niet niks zijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit niks is. Waarom zouden ze me ergens heen laten gaan? En dan een geheim blok laten... Om mij dan een geheim blok te laten breken? Om dan uiteindelijk er helemaal niks te laten zijn. Ja, maar man, wat moet ik hier dan? Oh, hier is ook nog wat. Oké. Ah, sneaky hoor. Wat een rot plek om een deur neer te zetten. Even eerlijk. En dit was het einde van het level ook alweer. Prima gedaan. We doen ook gewoon echt één level per aflevering, hè. Ik denk dat er nog iets van... Ik bedoel, het kan. Want we hebben nu zitten we in wereld 5. En volgens mij hebben we dan nog iets van 13, 12 levels te gaan. Dus dat is nog maar 13, 12 afleveringen. Dat valt best mee. Dat valt heel erg mee. Het gaat al harder dan ik dacht, jongens. Maar we zitten al op aflevering 22, hè. Ja, is raar om te beseffen dit. Save complete. Oké. Ondanks dat ik alweer zie dat Flint Crackly lekker wat leuks wil gaan vertellen, eindig ik toch even hier de aflevering. Ja, ik vond het leuk. Ik vond het genieten. Ik weet niet of jullie het ook genieten vonden. Als jullie het genieten vonden, doe dan even een duimpje omhoog. Als je meer van mij wilt zien, abonneer op Game Dreams. En ik hoop dat ik zie je in de volgende video. Ik zeg... Doei!